Als je eerder toe bent aan een nieuwe bril dat je portemonnee toelaat, dan is het slim als je er al voor hebt gespaard. En dat kan met het Briljant Spaarplan. Bij Optiek Ninon spaar je voor minimaal 50 SRD per maand voor een nieuw brilmontuur volgens de laatste mode, vervanging van een kapotte bril, aanschaf van contactlenzen of die hele bijzondere designerzonnebril. Het Briljant Spaarplan van Optiek Ninon. Jij bepaalt hoeveel je spaart. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kids. Briljant, toch? Meld je nu aan bij elk filiaal van Optiek Ninon. Het Briljant Spaarplan. Slim gezien. Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort. Beste kijkers, goeiedag. Ik ben Timothy Zuiverloon. En dit is weer een nieuwe aflevering van Ritme. Ben je nog niet bekend met Ritme, dan zal ik het je nu vertellen. Ritme is een programma waar wij spiritualiteit en leiderschap onder de aandacht brengen van de mensen die we interviewen. Zodat wij de tools aangereikt krijgen om verandering in ons eigen leven te brengen. Om verandering in onze familie te brengen. En als het ver genoeg reikt, ook in de samenleving. En de persoon die we vandaag interviewen, daar hebben we het dus dan. Juist een persoon die hetgeen waarvan ze zo hield, dat dicht bij haar hart was, heeft ze weten om te zetten dat de gehele samenleving daar profijt van heeft. En niet alleen dat ze er profijt van hebben, het is ook opbouwend voor gezinnen en ook voor hun gezondheid, letterlijk voor hun gezondheid. Beste kijkers, mijn gast vandaag is niemand minder dan Natasha Brahim Waaldijk. Natasha, hoe gaat het? Heerlijk, dank je. Super, bedankt dat je tijd gemaakt hebt om even langs te komen. Dat we je verhaal kunnen horen, dat je ons kan inspireren. En dat we van je leren kunnen. Hartelijk dank. Dank je wel voor me uit te nodigen. Zeker weten. Uit een gezin van hoeveel kom je? Uit een gezin van 3. Uit een gezin van 3. Ja. Hechte band? Hele hechte band. Ben je altijd in Suriname gebleven? Ben je naar school toegegaan? Ben je op vroege leeftijd weggegaan? Hoe was je jeugd? Ik heb van alles gedaan. Ik ben geboren in Nederland, omdat mijn ouders als jonge mensen daar waren voor studie en werk. Op 4-5-jarige leeftijd terug verhuisd naar Suriname. En eigenlijk alweer heel gauw doorverhuisd naar de Dominicaanse Republiek. Weer teruggekomen naar Suriname en daar heb ik echt mijn tienertijd doorgebracht. Tot aan mijn 18e ben ik voor studie naar Nederland vertrokken. Daar heb ik 14 jaar gewoond, dus ik heb gestudeerd en gewerkt. Wat heb je gedaan? Ik ben uiteindelijk kinderverpleegkundige geworden. Oké, dan. Dus de studie HBO verpleegkunde met een specialisatie voor kinderverpleegkundigen. En hoe oud was ik? Ik denk een jaar of 30, 32. Toen ben ik teruggekomen naar Suriname. Ja. Die hechte band van je in je jongere jaren, heeft dat gemaakt dat je meer van kinderen bent gehouden? Hoe komt die passie, hoe komt die liefde voor kinderen? Ik ben van zowel mijn vaders als mijn moeders zijde van de familie ben ik de oudste. En eigenlijk mijn hele gezin, wij met z'n drieën zijn de oudste. Dus alle neefjes en nichtjes die na ons kwamen, waren stukken jonger. Ik was dus eigenlijk als oudste van de familie al heel gauw de klos, zal ik maar zeggen. Om met die kleintjes bezig te zijn en ze op ze te letten. Ze bezig te houden met spel, maar ook een verzorgende taak te hebben. Verder ben ik opgegroeid in een artsenfamilie van mijn moeders zijde. En werd ik al heel gauw geconfronteerd met zieke kinderen. Ouders die zich zorgen maken om hun zieke kind. En kwam bij mij eigenlijk een passie naar boven. Vanuit ik zoiets had van, hé, hier wil ik iets mee gaan doen. In mijn jeugd ook altijd bezig geweest met
groepswerken in die zin van commissies op school, op de sportvereniging, om met je leeftijdsgenoten eigenlijk leuke dingen te gaan doen. Dus ja, ik ben altijd bezig geweest met leeftijdsgenoten. Organiseren, leeftijdsgenoten, ja. Opletten, oppassen. En het was dus een hele bewuste keuze toen je naar Nederland toe ging om te studeren, dat je direct die kant op wilde gaan. Ik wilde eigenlijk eerst geneeskunde doen en ja. Mijn specialisatie zou dan zijn of kindergeneeskunde of gynaecologie. Dus ook weer met ja, het jonge mensenleven dat moet groeien en ontwikkelen. En je bent dan in Nederland, je bent afgestudeerd. Was je daar eerst gaan werken, ervaring op doen of ben je gelijk teruggekomen? Nee, ik heb echt eerst ook bewust ervoor gekozen om daar werkervaring op te doen. Ik heb het geluk gehad dat ik in Nederland ben geboren. Dus ik kon makkelijker daar ook het arbeidsproces eigenlijk ingaan. En dat was echt een hele bewuste keuze. Omdat ik vond van, ja, nu lag de wereld aan mijn voeten. Ik had heel veel mogelijkheden. En ik wilde met een bagage, echt een rugzak vol ervaring, wilde ik naar hier terugkomen. Oh, dus je hebt altijd al het idee gehad van, hey, ik ga terugkomen absoluut. Hier. Absoluut. Waarom? Want als je alles al in Nederland hebt, alles net wat je zegt, de wereld is aan je voeten. Ja, waarom dat verantwoordelijkheidsgevoel om terug te komen? Ondanks dat ik geboren ben in Nederland, ben ik een echte Surinamer. Surinaamse. Ik vind Suriname een superrijk land op zoveel fronten. En wil je zo een paar heel even noemen? Wat vind jij rijk aan Suriname? Het cliché van de natuur, de vrijheid, de ruimte, dat zeker. Maar de mensen, het feit dat we hier zoveel verschillende culturen hebben en zoveel van elkaar kunnen leren en in harmonie met elkaar leven, dat vind ik een enorme rijkdom. Ik heb in Nederland gewoond, ik heb op Trinidad gewoond, ik heb in de Dominicaanse Republiek gewoond. En dat zie je toch een hele andere samenleving. Ik vind Suriname veel warmer, veel hechter. En ja, mijn combaté ligt niet hier, maar het voelt wel zo. En dan vind ik van daar moet je toch een stukje aan teruggeven. Dat vind ik heel mooi wat je zegt. Een stukje aan teruggeven. Want heel bewust zeg je, je wilt met een rugtas vol bagage terugkomen om te geven. Dus je hebt allang in jouw achterhoofd van, hey, ik ga me hier inzetten voor iets dat veel groter is dan mij. Iets dat transcendent is. Hoe heb je dat ontwikkeld bij je? Want nogmaals, het is heel makkelijk. Ik weet niet of je in een comfortabele situatie zit, maar je zegt de wereld was aan je voet. Het ging dus goed in Nederland, maar toch had je de drang iets terug te willen geven. Ja. Deels denk ik door mijn opvoeding, dat ik geleerd heb om niet alleen maar te ontvangen. Ik gebruik nooit het woord nemen, maar ik zeg altijd te ontvangen, maar ook om terug te geven. Deels natuurlijk ook denk ik karakter, dat het ook in me zit. Maar ik vind het ook erg belangrijk dat je deelt met elkaar. Ik heb van mijn grootvader geleerd van dat je niets meeneemt als je komt te overlijden. Dus waarom moet je alles voor jezelf houden? En daar is kennis ook één van. Dat moet je ook delen. Dus toen ik in Nederland woonde, heb ik gedroomd, letterlijk en figuurlijk, van wat wil ik nu? Waar wil ik nou naartoe gaan? Wat wil ik bereiken? En ik heb mijn pad min of meer zo uitgestippeld. Was het een makkelijk pad voor je? Eigenlijk wel hoor. Want als ik mezelf vergelijk met anderen, denk ik ja. Ik ben zo blij dat je hier eerlijk voor uitkomt. Want heel veel mensen die een makkelijk pad gehad hebben, die maken ervan, nee, het was toch zwaar. Ze doen daar heel gewichtig over dat ze het toch. Maar je geeft toe dat je op een makkelijk pad bent. En ik hoop dat de mensen nu kijken, want nu komt wel een belangrijke vraag. De meeste mensen op een makkelijk pad die het makkelijk gekregen hebben, die leven in een soort hedonistische levensstijl, waar het alleen maar gaat om genot. Bij jou merk ik dat niet. Je bent vanaf jongs af, los van de kinderen, een soort verantwoordelijke rol omdat je ouder bent. Je hebt het doorgetrokken door arts te willen worden. Uiteindelijk ben je kinderverpleegkundige en je wilt teruggeven. Hoe heb je jezelf van dat genot weten te scheiden met je verantwoordelijkheden? En dat je verantwoordelijkheden niet vervaagde en alleen maar genot? Mm-hmm.
Ook weer een stukje opvoeding. Mijn vader die heeft me altijd geleerd van, ik reik je geen vis aan, maar ik ga je leren vissen. Dus dingen op een presenteerblaadje krijgen, dat kreeg ik tot op zekere hoogte. Ik mocht een dure winterjas zien als hij in Nederland was. En dan zei hij van, ja mooi, heb je ook een keuze B en een keuze C. Want ja, het ligt niet voor het oprapen. Ik werk er hard voor, jij moet er ook hard voor werken. Dus dat is me dus al heel vroeg. Opvoeding? Absoluut. Absoluut. Super. En het gras lijkt altijd groener bij de buren. Leren groeien door eigenlijk te vallen, je neus te stoten. Want pas als je van je eigen fouten kan leren, leer je ook gewoon wat je wel wil of wat je niet wil. En dat is toch wel een bepaalde rode draad geweest in mijn opvoeding. Ik denk misschien ook de keuze om in de gezondheidszorg te gaan, maakt dat je ook anders kijkt naar de wereld. Want we nemen eigenlijk ons lichaam en onze gezondheid nemen we maar voor lief. We staan elke ochtend op en je stapt gewoon uit je bed. En je denkt van, ja, ik stap uit mijn bed en ik loop en ik ga tanden poetsen of wat dan ook. Er zijn genoeg mensen die dat gewoon niet meer kunnen. En op het moment dat je op die manier letterlijk geconfronteerd wordt met lichamelijke, fysieke beperkingen, dan denk ik dat je ook anders kijkt naar de wereld. Ik heb al gezegd, ik heb een paar jaren doorgebracht in de Dominicaanse Republiek. Daar was toen het contrast tussen arm en rijk heel groot. En om dat mee te maken in je jeugd, dan zie je ook gewoon wat je wel hebt. En dan leer je ook waarderen wat je wel hebt. En mijn ouders hebben ook altijd gezegd van geven. Niet alleen ontvangen, maar ook geven. Dus ook de mensen om ons heen die het minder goed hadden toen, die probeerden we mee te delen. En dat alles, in een nutshell, zeg maar, heeft denk ik toch wel gemaakt voor wie ik nu ben. Dat ik niet alleen maar het genot wil ervaren, maar ook gewoon, ja. Zonder dat je, ik weet niet of je het bewust doet of onbewust, zo te zien is het natuurlijk met een paplepel ingegoten wat ik hoor, maar jij, het is wel een spirituele regel. Wat je zaait, dat oogst je, wat je geeft, krijg je terug. Ja. Is dat heel bewust spiritueel? Ben je spiritueel? Ja. Laat je spiritueel beïnvloeden? En hoe? De afgelopen jaren heb ik me best wel bezig gehouden met yoga en eigenlijk veel doen aan zelfreflectie. Moest ik sowieso in mijn studie hoor. Daar werd je eigenlijk letterlijk soms helemaal blootgelegd om jezelf te openen en te durven geven. Maar de laatste paar jaren met yoga en veel lezen, ook een poosje veel over het boeddhisme gelezen, veel quotes. En daar wat langer over nadenken. Ja. Niet gewoon maar lezen en denken, oh mooie quote. Weet je, ik share het even of ik stuur het even aan een ander door, weet je. Maar je maakt het je eigen. Je eigen maken en gaan nadenken van hoe komt het dat deze wijsgeleerde of spirituele persoon deze quote heeft eigenlijk gedeeld met ons. Je bent dus dan nu in Nederland. Spiritueel beïnvloed je je. Je werkt hard. En je komt daadwerkelijk nu met die rugzak terug naar Suriname. Je missie. Hoe heb je je missie hier in Suriname geformuleerd? Was het al een beetje uitgestippeld of zijn dingen per ongeluk op je pad gekomen? Want ik geloof niet in per ongeluk. Je gelooft niet in per ongeluk, dat is ook een hele mooie. Dus je hebt heel bewust, ben je met de kliniek begonnen, want je hebt de kliniek samen met iemand en jullie doen nu heel veel voor de kinderen. En ik denk dat dat het mooiste is dat je kan doen in een samenleving. Teruggeven aan de jeugd, waar het begint. Op welke leeftijd ben je ermee begonnen? Hoeveel jaar ben je daar nu mee bezig? Pas hoor, we zijn amper 3 jaar open. Ja, ja dus, en ik ben nu inmiddels al 12 jaar terug in Suriname. En ik heb eigenlijk sinds 3 jaar mijn droom kunnen verwezenlijken. Je vroeg me net, heb ik bewust ervoor gekozen sinds ik terug ben? Nee, dingen op mijn pad gekomen, ja, noem het zo. Je hebt een droom, je hebt een passie, je hebt een doel. En ik denk dat je dan, als je dat echt voelt en echt ervaart, dan komen mensen op je pad, als je het zo wil noemen. Ja. Je zoekt het misschien bewust op, misschien onbewust op. Maar je zaait.
Ja. En op een gegeven ogenblik komen dingen naar je toe. En dan moet je ook wel de guts hebben om actie te durven nemen. Je zegt iets heel mooi, guts hebben. Dat wil zeggen dat angst, dat je bepaalde angsten overwonnen hebt. Mm-hmm. Hoe heb je die angsten overwonnen om het niet te doen? Want er moeten een paar dingen in je hoofd opkomen van zal ik het doen, zal ik het niet Tuurlijk. Doen. Hoe heb je die angsten overwonnen? Geloof hebben in jezelf. Geloof hebben in je dromen. Geloof hebben in dit geval nu een businesspartner. Goed dingen doorspreken. Maar vooral ook durven hulp te vragen. En durven ervaring en kennis van anderen te delen. Of met anderen te delen. Niet denken dat je de wijsheid in pacht hebt. Want als je iets start, dan mag je wel goed zijn in je eigen vak. Maar een business starten, daar komt nog zoveel meer bij kijken. Financiën, strategische doelen uitzetten, personeelsmanagement, nou, noem maar op. Er komt zoveel meer op je pad. Nou, dat heb ik echt niet tijdens mijn studie geleerd. Ik zeg als in de Bijbel, Lucas was een dokter. En nog steeds blijf ik het zeggen, dokters zijn moet een roeping zijn. Mm-hmm. Het is niet iets het moet een roeping zijn, je moet het willen doen. Hoe motiveer je de mensen om je heen om jouw roeping, jouw droom samen met jou te verwezenlijken? De mensen waar ik nu mee samenwerk, want ik gebruik het woord werknemers ook niet. We zijn een team, we zijn mijn teamleden. De mensen waar ik dus mee samenwerk, daar hebben we heel bewust en met zorg naar gekeken. En ze ook heel bewust uitgekozen. Dat wil zeggen sollicitatiegesprekken, natuurlijk gevoerd, maar ook mensen spotten. In een crowd spot je iemand en je denkt van, hé, je hebt een klikker mee. En ja, die zit dan in de gezondheidszorg en dan ga je daarmee praten. En dan kijken of ze jouw passie, jouw droom ook aanvoelen. En dan middels natuurlijk vragen, middels aftasten, een beetje tricky vragen stellen. Niet de standaard sollicitatiegesprekken voeren. Dan kom je toch wel tot heel veel meer. Ik wil altijd weten wie is de persoon achter het beroep of achter de functie. Want een aapje kan je een kunstje leren. Ja. Maar daarmee heb je het karakter van het aapje nog niet naar boven gehaald. Je kan niet in de ziel van de persoon kijken om te kijken of hij links of rechts. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt, dat je tricky vragen stelt. Ja. Dat deed Plato ook in de retorica lid. Ja. Dat stel, duw de mensen en dan krijg je mooie antwoorden. Dan krijg je goed bedachte, welgeformuleerde zinnen. Exact. In mijn studie hebben we een stukje filosofie gehad. Ja. En ik heb me heel vaak afgevraagd van, waarom moet ik dit nou als hbo-verpleegkundige weten? Maar je krijgt zoveel meer kennis uit wat men in de oudheid, zal ik het maar noemen, filosofen allemaal hebben, eigenlijk hebben uitgezet. En we doen er vandaag de dag zo weinig mee. Ja, maar omdat heel krachtig. Het lastige is, de mens leeft tegenwoordig zo in het hedonisme. Ja. Ze zijn zo bezig met genot. Men heeft nog niet deze idee hoe men aan hun vrijheid komt. Democratie. Plato, Socrates, die mannen hebben hierover nagedacht. Wij nemen het maar voor granted. Oh, we kunnen dit en dit doen. Hey, ga eens naar Saoedi-Arabië. Dan kan ik je vertellen dat het heel even anders zit. Precies, precies. Maar wat ik leuk ook aan je vind is, je geeft nu terug aan die samenleving. Als dokter ben je natuurlijk niet alleen een verpleegkundige ook. Help je de persoon niet alleen beter worden. Je leert de mens op zijn meest vulnerable, ik weet niet of ik het woord goed zeg, vulnerable staat kennen. Ja. Zijn meest bevreesde positie, angstig. Jij leert emoties bij mensen kennen die we in het dagelijks leven niet zien. Hoe ga je daarmee om? Soms is het heel moeilijk hoor, want het komt ook heel dichtbij je natuurlijk. En je moet daadwerkelijk de kunst verstaan, de kracht, de innerlijke kracht hebben, om ook soms te kunnen zeggen van, ik trek nu de deur dicht van mijn werk en ik ben nu in mijn privé, dus dingen kunnen loslaten. Dat is best moeilijk, ja. Maar in ons vak leer je dat je leven hebt en je hebt ook
overlijden, je hebt dood. En alles wat ertussen is. En daar is ziekte ook één van. Een stukje acceptatie dat sommige dingen gewoon zo zijn. Maar door je opleiding en ik denk je passie. Je leert ook om dan de mensen daarin zo goed als mogelijk te begeleiden. En ook dat stukje acceptatie te kunnen ervaren. Van accepteren dat iets gewoon niet meer goed komt. Of dat iets niet vandaag goed komt, maar misschien morgen wel. Dat je er ook voor moet inzetten. Ik vind het prachtig. Echt, ik vind het geweldig. Ik hoop dat jullie je werk ongestoord verder voort kunnen zetten. Ik hoop dat er mensen thuis zijn die hierdoor geïnspireerd raken. En ook of jullie doel willen ondersteunen of meehelpen hun eigen praktijken te beginnen. En zo voor de kinderen iets voor de kinderen te willen betekenen. En je doet het niet alleen voor de kinderen, je doet het voor de families en de samenleving. Ik zou je willen vragen, Natasja, zou je nog een laatste boodschap aan de mensen thuis, zou je ze thuis wat willen meegeven? Je overvalt me met deze vraag. Ik weet het. kinderen zijn mijn passie. Dat is duidelijk geweest in dit gesprek. Ik vind het erg belangrijk dat we met z'n allen ons realiseren dat kinderen puur zijn, ongeschonden zijn. En dat de eerste jaren van hun leven zo essentieel zijn. En ik praat over de eerste 3 jaren, 5 jaren van het leven. Geef het kind zoveel als mogelijk aandacht. Positieve aandacht. Stimuleer ze om te ontwikkelen. Om zich te kunnen groeien. Want die basis, als je ze dat mee kan geven, dan raken ze en blijven ze geprikkeld voor de rest van hun leven. We nemen kinderen vaak maar voor lief, zijn klein, ze begrijpen het nog niet. Ze begrijpen heel veel. En als we ze positief kunnen ondersteunen, dan kunnen we meehelpen aan een mooie, gezonde samenleving. Je kon niet mooier geëindigd hebben. Natasja, hartelijk dank voor je komst. En dank je voor je verhaal. En ik hoop dat men thuis geïnspireerd is. Beste kijkers, jullie horen het. Sommige dingen komen niet aanwaaien in het leven. En als ze wel komen aanwaaien, is er een keuze hoe je ermee omgaat. Je kan alleen voor genot kiezen en feesten kiezen en denken, ik ga toch een dag dood, dus ik moet nu maar alles uit het leven halen wat alleen met genot te maken heeft. Er is veel meer. Je moet bouwen aan iets hogers, wil je jezelf uiteindelijk nuttig maken en nuttig voelen. En dat kunnen we echt halen uit het verhaal van Natasja. Want ze had ook in Nederland kunnen blijven en daar een feestje kunnen bouwen. Ze is teruggekomen met die volle rugzak en ze geeft nu terug. Voor de vrouwen ook thuis. Probeer je rugzak te vullen. Probeer niet afhankelijk te zijn voor iets, voor een korter termijn succesje of een eventueel makkelijke uitweg, want er zijn geen makkelijke wegen. Blijf op je pad. Hou je focus. Probeer je talent te ontplooien. Doe zoveel als mogelijk. Val zoveel als mogelijk. Durf op te staan. Zo zal je leren. Zo zal je talenten aanscherpen. En dan net als Natasja, dat is de enige manier hoe je kan teruggeven aan de samenleving. Zeker als je in een bevoorrechte positie zit, dan is het al je plicht. Je hebt al meer tijd om te lezen. Je hebt al meer tijd om je te ontwikkelen. En het is dan gewoon simpelweg je morele plicht om op die manier terug te geven. Beste kijkers, als jullie vragen hebben of jullie adviezen hebben of jullie iets willen doen om de kliniek van Natasja bij te staan, kunnen jullie mailen naar info@agapewings.com. Als jullie geïnspireerd willen raken of als jullie een quote willen hebben waar Natasja ook naar die Natasja ook leest, ga naar de Agapewings page op Facebook, like het. Er is haast iedere dag wel een quote of iets dat je goed laat voelen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende aflevering. En blijf in spiritueel ritme. Bedankt.
Optiek Ninon, de opticien van Suriname. Onze oogmetingen worden gedaan door vakbekwame oogmeetkundigen. Hiervoor hoeft u niet te betalen. Bij Optiek Ninon kunt u terecht voor uw contactlenzen. Ook het stellen van uw bril is gratis. We hebben een ruime collectie zonnebrillen op sterkte. Ideaal voor alledaags gebruik. Voor de jeugd heeft Optiek Ninon complete en betaalbare brillen. Veel mensen hebben nog steeds één bril voor het lezen en één voor het kijken in de verte. Optiek Ninon heeft hiervoor de oplossing. Multifocale brillen. Kom langs voor meer informatie, zodat wij een bril op maat voor u kunnen maken. Optiek Ninon, optisch verantwoord zoals het hoort.